Hey buddy. Weer een paar die me proberen te besluipen. Hier recht voor zit er eentje aan de overkant, maar daar kan ik net niet bij komen. Alf is een beetje versplinterd, want de rest ligt daar onder vuur bij de weg. Rood komt hard opzetten over de weg. Nee, hij ligt er achter het hout in het zeil. Ja, daar zit hij. Hij is nu op de sniper aan het schieten. Hoe zei je? Ja. Kun je niet bij? Net niet, er zit te veel bewassing tussen. Ja jongens, hier ben ik. Ja, dat is wat te horen. Ik vond mij wel iemand in precies hier. Helemaal achterin bij... Het is voor ons niet te bereiken. Sniper. Waar? Nee, sniper. Op jou 11 uur, hier recht tegenover. 1 uur. Ja, ik zie hem. Nou, oh, wacht, zie je hem? Ja. Hij loopt daar, of niet? Ja. Hij weet dat het gewoon te ver weg is. Ja, ik zie ze net voor hem neervallen. Ja. Eentje uit de silo weg. Dat zou heel erg mooi zijn. Oh, kut. Wat is er? Er is een hele squad daar. Die zijn nu aan het overleggen dat wij hier zitten. Ik zie het. Was dat op mijn helm of? Nee. Dat was gewoon jouw motor. Mij wel. Dat klinkt goed. Klonk hard. Ja. Oh. Misschien de motor niet ver genoeg aangedrukt. Kijk wel. Kom ik niet. Ze lopen verder. Ja. Ik heb net een brandmeter in mijn broek zitten. Oeh. Oh, prettig. Even overheen pissen, is het zo voorbij. Ja, ik zie het. Ja, ben je gehit, hè? Die daar loopt. Rood op rechts! Achter blauwe ton. Rood op rechts! Nee, nog meer rood op rechts. Oh nee, die zijn teruggelopen. Nee, die zitten achter die houtblokken. Ik zie hem niet aan me bewegen. Oh, dat is dan een Marshall daar, ja, oké. Okay. Yeah, tussen de bomen door. Net schot, sniper, net schot. Net schot, nee. Net hoor. Ja, dat was hem. Er zit er nog eentje zitten. Iets meer gerecht bij die blauwe ton. Ja, ik zie hem er bovenuit steken. Oh, bukken, daar zit er een. Oh ja, achter de Marshall. Achter de Marshall. Oh, hè? Ja, even schuilen, ja. Ja, hij zit bij de blauwe ton. Sniper guy. Mooi man. Ja, af en toe heb ik mijn dagen. Af en toe heb ik mijn dagen. Nou, normaal ben ik ook een sniper, maar ik zit mijn L96 helemaal te tunen. Dat is blauw, hè? Ja, dat is blauw. Ja. Normaal ben ik ook sniper, maar mijn L96 is niet helemaal optimaal. Dus.
Zullen wij één bunker optrekken? Seizoen? Ja. Zicht? Zit er nog één achter? Acht blauwe tons weg. Zit daar nog iets meer? Kun je dat zien? Blauw, achter blauwe ton is veilig, daar zit volgens mij nog iets. Achter blauwe ton? Ja. Eigenlijk even wat pakken hoor. Ja, zie je hem daar. Daar rechts, rechts of links van de blauwe ton, achter de boom. Ja, dan ben je toch even blij dat je bril draagt. Ja, dat is heel goed. Ik ga even kijken of ik achter de rode ton kan komen. Ik kan hem niet omheen aan de rechterkant. Ja, dat ga ik proberen. Als jij dekkingsvuur kan geven. 3, 2, 1. Mooi. Zou het tijd worden? La 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 la.
Toppie! Blaadjes water geven. Hier vast. Nee, dat hoef ik niet te proberen. Ik heb hier meer blauw nodig. Laag, 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 laag. Daar is verderop terug naar links. Oh. Daarom zeg ik ook laag. Ja, ik heb hier 5 te pakken gehad. Tenminste, volgens mij wel. Ja, ik zie ze. Ja, 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 ja. Kijk, laag, laag. Recht vooruit, 2 stuks. Dat klinkt indrukwekkend. Ik zie ze wel, maar ze zitten te laag voor mij. Want ze weten dat ik hier zit, want ik heb net een hele... Ze weten niet dat jij er ligt. Ja, ik heb een hele squat tegengehouden net, dat vonden ze niet zo fijn. Maar dan wil ik met leeg resten. Hè? Maar dan wil ik met tussen leeg resten. Ja. Die ballen die ze niet vliegen doen. Is dat een spawnpoint dan? Nee, spawnpoint is dan die kant op. Daarom moeten we die gasten hier weg hebben. We kunnen ze hier niks meer doen. Ik zie hier anders de hele tijd rooie die kant op lopen hoor. Echt? Ja. Dus daar schuin achter zit wel een spawnpunt van hun. Oké. Okay. Ja, dat is mijn spawnpunt. Aan deze kant en aan de andere kant hebben we een 2 spawnpunten. Daar hebben wij een spawnpunt. Hmm. Maar dat is alleen voor die squad zelf. Ja, er is er eentje gehit daar. En waar zit de rest van ons dan? De rest van ons zit links, die probeert die bunker in te nemen. Ja, die bunker die ook. Oh, kijk eens. Ja, ja, die raket. Ja. Ik dacht dat het eerst een moskee was. Denk ook wat schieten. Ja, ik weet niet of dat hun spawn is daar. Heren? Contact op front. Ik weet niet of dat hun span is, maar ze dragen geen hash. Ja, dan laat ze dan hesjes dragen. Ja, ik weet niet. Ik kan wel hier blijven. Hè. Ja, ik kan jullie hier dekking geven als jullie naar de silo trekken. Ja, jou is hier alleen maar tegen. Hè. Ja. Wat zijn de volgende objecten? Ja, dat is van Alpha. De foto? Van Alpha was laptop bij Emma. Dat is niet zo'n Ja, te ver. Bunker is vrij van. Oké.
Hey. Nou, we moeten ze... Geef aan dat ze ook hun hesjes dragen in de span. Dus voor ons wat duidelijker. Ik heb alles nog. Delta 2, Sabani heeft alles nog, niet van mij.
Don't go into the long grass. Waar? Ja, maar achterin, als ik vanaf hier over het huisje heen kijk, ja? Staan ze met drie de man daarin en één snaker ervoor. Klopt, ze staan voor mij staan ze gedeeltelijk achter een hek, dus ik kan ze niet pakken. Ja, ik had net kunnen schieten, maar ik wist niet zeker of dat nou een spawnpoint was of niet. Dus ik laat me niet schieten. Spawnpoint is er echt recht daar. Ja, daar had ik gewoon moeten schieten. Ja, en als ze geen hesje aan hebben, moet je sowieso schieten. Ja? Als ze geen hesje aan hebben, moet je sowieso schieten. Volgens mij weten ze wel dat ik hier zit. Achter het huisje, achter de basis. It!